Studio 100 beloofde een spektakelmusical te brengen die nog nooit eerder te zien was in Vlaanderen. Die belofte kwam met na met 1418, de musical die zo pas in première ging in de Neckerhallen in Mechelen. Dan lapt hij mij maar één keer verstaan, broekscheider. De toeschouwers worden letterlijk en figuurlijk in het verhaal gezogen met de rijdende tribune. Het speelveld waar men naar kijkt is anderhalve keer een voetbalveld, waar het verhaal over de Eerste Wereldoorlog en de vriendschap tussen Fons, Jan, Camille en Albert tot leven komt. Meer dan 2 jaar werd er aan deze productie gewerkt. Frank van Laken tekende voor de regie en Dirk Brosset schreef de muziek. Wel, ik heb eigenlijk de muziek een beetje benaderd alsof ik een soundtrack zou maken bij een oorlogsfilm. Hè. Dus er zijn heel veel underscores die het verhaal helpen vertellen eigenlijk. Dan heb je de lyrische songs zoals altijd. Heel veel feestmuziek. Maar het, is, ja, het balanceert een beetje tussen musical en filmmuziek. Dus je gaat eigenlijk toch wel hoofdzakelijk zitten luisteren naar een soundtrack. Sergeant de Dekker. Gij beweert dat soldaat Lanens Camille zijn hand opzettelijk liet verminken om zo onder zijn dienstplicht uit te komen? In de rol van de generaal zien we Jode Meijer. Ik ben de generaal in deze prachtige avond. Heel autoritair, heel disciplinair. En ik hou ervan. En ik speel dat ook graag. Jij gaat nooit uw kop nog een keer vergeten, jij. 150 acteurs en figuranten, echte paarden, een aantal oude unieke wagens en mobiele decorstukken rollen over de scène. Na afloop sprokkelden we niets anders dan positieve reacties. Ik vond de muziek prachtig. Heel klassiek, heel traditioneel, heel Dirk Brosset, maar ongelooflijk to the point. Goeie acteurs. En natuurlijk ongelooflijk fijn om Jode Meijer nog eens te zien en te horen. Wat heeft die musical met jou gedaan nu? Me een heel slecht gevoel gegeven. Even doen stilstaan bij 100 jaar geleden. Mensen die echt wel voor ons letterlijk door het vuur gegaan zijn. Stilstaan bij je eigen vaderlandse geschiedenis. Dat is toch heel mooi als je dat op zo'n manier terug kan ontdekken en bij stilstaan. Ja. Ik vond het in zijn totaliteit een schitterend spektakel. Vooral omdat 100 jaar na de Eerste Wereldoorlog de geschiedenis op een heel aanschouwelijke en heel mooie, spannende, ontroerende manier wordt voorgesteld. Ook technisch heel goed. Alles wat er op scène kan gebeuren heeft men uit de kast gehaald. Dus gefeliciteerd voor de makers van dit spektakel. In 1418, de spektakelmusical, verkocht inmiddels al 125.000 tickets, maar er zijn nog voldoende speeldata waarvoor je nog tickets kan bestellen.